Wat vind je ervan om je nu op tv te zien? Het is toch wel spannend om het zo te zien op groot scherm, ja. Wat vind je van de nieuwe Temptation? Ja, ik vind het tot nu toe wel spannend. Ik vind het wel leuk om te zien, vermakelijk. Wat vind je van de reacties overal? Wel ja, de meeste reacties weet ik al. En heel positief motiveren, maar je ziet ook nog niet zoveel he, van mij. Gaat het nog spannender worden? Ja, toch wel, ja. Ja. Ik kan nog niks verklappen. Nee, mag niet. Mis je Temptation of niet? Als ik zo terug zie, dan mis ik de feesten en zo wel onderling en de contacten. Maar ik denk dat het wel beter is dat we er niet meer aan meedoen, want we worden steeds gekker en zo. Zou je nog een keer meedoen aan Temptation? Nee, nooit meer. Nee. Met als reden? Of? Het was niet mijn ding, om het zo te zeggen. Nee, absoluut niet. Nee. En waarom dan niet? Dat mag ik ook niet zeggen. Krijg je nog veel reactie of niet? Ja, ik krijg nog steeds veel reactie, als ik in België ben vooral. Wat vinden je grootouders daarvan? Ja, mijn oma is mijn number one fan. Die is ook fan van het programma, die vindt dat de max. Wat als jouw zoon zou meedoen aan Temptation? Zou die mogen of niet? Nou, liever niet als verleider, want dan krijg je meteen een stempel. Maar als koppel zou hij voor mij mee mogen doen, waarom niet? Ja? Ja, tuurlijk. Kijk, ik heb ook meegedaan en hij heeft gezien dat het goed kan gaan. Dus ja, misschien aan hem ook de taak om het zo te laten zien.